Wat het CDA betreft is Nederland het land van de regio's. Diversiteit, maar daarbij tezamen toch één eenheid. De stedelijke gebieden zullen zich ontwikkelen tot mooie concurrerende gebieden ten opzichte van andere grote spelers in de wereld. Maar het herkenbare platteland met toch nog dat stukje agrarische achtergrond waar het leven goed is, dat is iets wat wij voorstaan in 2040. Als het aan de Partij voor de Dieren ligt, is Nederland in 2040 groener, gezonder en duurzamer dan nu. Daar kunnen we mee beginnen door nu de vee-industrie echt aan te pakken. Er worden in Nederland 500 miljard dieren per jaar gefokt. Dat is echt onwaarschijnlijk veel. Dat moet veel en veel minder. En wat ook heel erg belangrijk is, de vee-industrie moet minder schadelijke stoffen uitstoten, minder fijnstof. Dat betekent dat de volksgezondheid beter wordt. Dat betekent ook dat de kwaliteit van de natuur beter wordt en dat we het milieu beter beschermen. En het allerbelangrijkste is, we zorgen ook dat het dierenwelzijn veel en veel beter wordt dan nu het geval is. In 2040 is Nederland een prachtig land. Hebben we hele schone, fijne steden om in te wonen en zorgen we heel anders voor onze energie. We wekken dan zelf onze energie op met zonnepanelen. We halen het niet meer uit Rusland of uit Groningen. En daarom zegt D66, sluit de kolencentrales, isoleer de huizen. Zo gaan we het in 2040 helemaal andersom. Als je buitenlanders vraagt van waar denk je aan bij Nederland, denken ze aan windmolens. En Nederland was beroemd om zijn ouderwetse windmolens. Nederland zal in de toekomst echt ongelooflijk beroemd en bekend worden hoe wij moderne energie, windmolens, geothermie, hoe wij dat allemaal mooi in het landschap weten te verwerken. Dus dat zal op de schilderijen van de toekomst vereeuwigd worden. Wat mij betreft, eerlijk gezegd, zijn windmolens echt tijdelijke maatregel. Uitstekend, moeten we doen. Maar parallel daaraan moeten we zoeken naar andere, minder storende vormen van alternatieve energie. En die zijn er. Als we naar de getijdenbeweging kijken, als we naar de geothermie kijken, als we naar, noem maar op. Als we dat doen, als we die beide sporen volgen, dan in 2040 zijn we weer van de windmolens af. En dan hebben we misschien wel 90, misschien wel zowat 100% hernieuwbare energie. Dat is toch wat we willen? Nou, de ChristenUnie ziet heel erg graag dat Nederland in 2040 schoon is, dat het toegankelijk is, ook voor mensen met een beperking. We zien heel graag dat Nederland in 2040 bijna energie-neutraal is. Dat betekent dat we ook veel zonnepanelen zullen zien, veel windmolens zullen zien. En we willen graag dat water veel meer de stad ingetrokken wordt. We moeten echte groene, blauwe steden krijgen. En ja, dat zal soms een spanningsveld geven, maar we kunnen niet anders, want ja, we moeten klimaatneutraal worden. Wij maken Nederland. De afgelopen decennia was dat vooral de overheid. In mijn visie is de komende decennia de maakbaarheid van Nederland vooral aan de burgers zelf. We hebben grote opgaven. Er is massa-immigratie. In mijn opvatting moet die stoppen. En de ouderen hebben heel veel huisvesting nodig. En de overheidssturing kan wel wat minder in plaats van wat meer. En daarom ondersteun ik het manifest niet. Maar ik geef de mensen die het hebben gemaakt wel een compliment met de droom die ze hebben willen vormgeven. Ook ik maak Nederland. Ik ben daar zwaar van overtuigd dat wij een groener Nederland moeten hebben met goede natuur, goed voor onze gezondheid. Dat onze steden ook moeten vergroenen. Dat onze energie geen CO2-uitstoten meer veroorzaakt. Dat we gezond voedsel moeten nemen. Dat we echt gewoon naar een andere samenleving moeten. Ook een samenleving waar we veel meer uitruilen en waar we echt ons goed de grond geven van de waarden die er zijn. En dat zijn vooral ook de waarden die te maken hebben met groen en met samen. Ik zou voor de komende jaren willen dat wij de bureaucratie die we georganiseerd hebben in het omgevingsrecht, dat we die gaan slopen. Dan ziet Nederland er volgens mij een stuk mooier uit in de toekomst dan dat Nederland er nu uitziet. Als je nu aan iemand vraagt van waar ben je trots op, dan krijg je meestal te horen van nou, het is ons eindelijk gelukt om door die bergprocedures heen te komen, om al die regels te snappen en te begrijpen. En dus eindelijk is het ons gelukt om te gaan bouwen. En ik zou graag willen dat als we in 2040 een initiatiefnemer vragen van waar ben je nou trots op, dat dan het antwoord is van ik ben er trots op dat we samen met elkaar iets tot stand gebracht hebben. En dat we een heel mooi plekje gecreëerd hebben waar iedereen zich verantwoordelijk voor voelt en waar iedereen bij betrokken geweest is. Als dat de werkelijkheid is in 2040, dan ben ik een tevreden mens.
Nederland moet geen rotzooitje worden. Dat is, moeten we absoluut niet hebben. Steden moeten goed, gezond eruit zien, goed gebouwd en bereikbaar. Maar het platteland moet ook een nieuwe toekomst hebben. Dus krimpgebieden moeten net zoveel aandacht krijgen als stedelijke gebieden. Zorg ervoor dat mensen ook betrokken zijn met de inrichting van dit land. 17 miljoen mensen op 33.000 vierkante kilometer. Dat zijn 3 mensen op 1 voetbalveld. Wat nooit meer zou moeten gebeuren is wat de afgelopen jaren is gebeurd. Dat de grond het eigendom wordt van projectontwikkelaars die er maar een beetje op los kopen en verkopen. Waarbij hele lappen grond braak liggen, waar kantoren leeg staan, waar bedrijventerreinen niet gebruikt worden. En het hele land eigenlijk naar de knoppen geholpen wordt door een totaal gebrek aan regelgeving in een liberale context waarin alles maar moet kunnen. Niet alles moet kunnen, er moeten duidelijke kaders zijn op nationaal niveau. En daarbinnen moet een hoop initiatief van burgers en bedrijven mogelijk zijn.